Dit was de week waarin een 1 miljoen mensen keken naar een extra uitzending van RTL Boulevard over de Holleder tape. Een heimelijk gesprek tussen misdaadverslaggever Peter R. De Vries en de beruchte Amsterdamse crimineel. Die eigenlijk geheim moest blijven, maar Peter R. de Vries die voelde zich zo bedreigd dat hij hem nu vrij heeft gegeven. Maar het was ook de week waarin bekend werd dat het Russische Nova Zembla deze winter gebukt gaat onder een invasie van ijsberen. De situatie is inmiddels zo ernstig dat de autoriteiten afgelopen zaterdag de noodtoestand hebben uitgeroepen. Maar er gebeurde meer deze week. En we bespreken dat met ons dwars op de weekpanel. Deze week met alleen maar Almeerders dus. Pascal Vaneburg werkt voor jo.nl en schrijft. Muriel van der Wal, creatieve onderneemster uit Almere. En Evita Lagenwaard weet alles over communicatie, want zij is communicatiedeskundige. Fijn dat jullie er weer zijn. Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. Muriel. Een openluchtzwembad wilde jij bespreken? Ja, er is een heerschap in Almere. Maakt zich op dit moment heel erg actief voor een openluchtzwembad. En dat is Gregor Stam. Um, nou, een openluchtzwembad voor zo'n gemeenschap dat is natuurlijk al belangrijk. En de manier waarop hij Gregor Stam dat aanpakt, ja, dat vind ik toch wel heel erg verfrissend en verrassend. Hij zegt van nou, er is zo'n groot gedeelte in Almere een soort van. Community in aantallen, zeg maar, die willen een openluchtzwembad, luchtzwembad. Speelt al jaren. We hebben geen openluchtzwembad. Er worden wel allerlei andere faciliteiten in, in een grote stad gefaciliteerd. En er wordt dus feitelijk niet geluisterd naar de burger. Als ik, als ik wel luister naar die burger, moet er een openluchtzwembad komen. En dat ga ik doen en het komt er. En het is voor hem niet de vraag of hij er komt, maar wanneer hij er komt. Ja, dat vind ik echt wel heel erg verrassend. En je denkt ook dat het er komt, dat het gaat lukken? Ik heb het nu een aantal keer gesproken, ja, ik denk het wel. Ja, ja. Ja. En jij zit er ook al op te wachten om daar je baantjes te gaan trekken? Nou, dat is dan even heel los van de inhoud. Ik heb altijd gedacht van nou, een open luchtzwembad, wat worden we daar nou beter van in Almere. Maar je gaat er op een gegeven moment omdat het dan. Je hey, ziet het nu overal. In het nieuws in de krant, op Facebook, het komt overal opploppen. En dan verdiep, ja, of je verdiept je erin. Het, het spookt zo door je hoofd. En dan denk je van ja, ik denk wel dat, dat het nodig is. Want uh, in de zomer is het veel. <coughs> sorry, blauwalgen in de, in de sloot. Uh, in de winter uh, kun je alleen maar. Uh, uh, nou ja, dan, moet, ja, dan moet je overdekt zwemmen. Maar in de zomer is het toch fijn als er zo'n soort faciliteit is. Want ja, het is toch sport en beweging. Het is gezond voor de bevolking. En het is heel erg toegankelijk. Het is meer toegankelijk dan een atletiekbaan. Zo iedereen vindt zwemmen leuk. Dus ja, ik denk wel dat het. Ik vond het wel een eye-opener. Muriel heeft dus veel sympathie voor een, pro, uh, ja, een actie om een open luchtzwembad uh, te ja. krijgen in Almere. Uh, Evita, je bent iets minder enthousiast over een initiatief in Saudi-Arabië. Uh, ja, klopt. Nou ja, het ging eigenlijk ook om de kritiek die Apple en Google kregen, omdat ze de app aanbieden waarmee mannen daar inderdaad hun vrouwen in de gaten kunnen houden. En um, ja, die app is ontwikkeld uh, door het ministerie van Binnenlandse Zaken daar. En mannen kunnen dan echt uh, paspoortgegevens invoeren, waar een vrouw naartoe mag reizen, hoe lang, uh, welke vliegvelden ze wel en niet mag komen. En dan kun je dus letterlijk toestemming geven en je kunt de plekken intrekken om dus uh, constant uh, de controle te hebben over wat uh, je vrouw, dochter. Of zus doet. Ja, mensenrechtenorganisaties vertrekken nu aan de bel. Dat, dat, uh, dat, dat die grote shops van Apple en Google dat uh, ja, aanbieden in hun winkel. Um, uh, ja, ze zeggen ook van uh, ja, dit, dit heeft er al voor gezorgd dat heel veel vrouwen die proberen te ontsnappen aan hun man. dat die uh, ja, eigenlijk halverwege hun vluchtpoging gepakt zijn. Ja, klopt. Ja, die app is ook al uh, meer dan 1 miljoen keer gedownload. Um, en ze vinden inderdaad dat het de mensenrechten nog meer schendt. En um, ja, het is gewoon helemaal geen goed initiatief. Nee. Ja, wij, wij kennen het elektronisch huisarrest, maar daar lijkt het bijna een beetje op, hè? Als ik je zo hoor. Ja, alleen dan weer, ja, het welzijn um, gaat weer niet boven welvaart. En ik vind het ook heel typisch dat, uh, dat inderdaad met vrouwenrechten, uh, dat dat eigenlijk alleen maar, ja, achteruit gaat. En dat ze daar gewoon niks aan doen. En um, ja, wat ik ook van die mensenrechtenorganisaties wel. Typisch vind is dat ze wel nu heel erg overvallen um, bij Apple en Google. Maar ja, ze moeten daar gewoon ook zelf wat doen natuurlijk. Om te zorgen dat het überhaupt niet mogelijk is. Ja. Dat je die controle hebt. Ja. Um, zou jij hem op je telefoon zetten, Pascal? Zo'n app? Nee, nee ik, uh, ik laat hem in de App Store liggen. Ja, ja. Ja. Ja, wat is jou zelf opgevallen in het nieuws? Um, nou, dat we de uh, insecten in een heel erg hoog tempo kwijtraken, hoger dan eigenlijk was gedacht. Er is dus deze week een, een onderzoek naar buiten gekomen, onderzoek gepubliceerd... Uh, waarin de resultaten voor 73 landen met elkaar zijn vergeleken. Vorig jaar was er ook zo'n onderzoek in Nederland. En nou blijkt dat uh, 40% van de insecten... dreigen gewoon de komende decennia volledig uit te sterven. En dat is uh, funest voor, de, voor het milieu. Ja, 40% over ja. de hele wereld ook, ja. hè? Ja. Uh, wat, ja, hoe, wat kun jij daar nou persoonlijk tegen doen? Helemaal niks? Um, nee, uh, ja, persoonlijk kan je natuurlijk... Um Zoveel mogelijk de klimaatverandering proberen tegen te halen. In zover je daar zelf wat aan kan doen ook. Maar um, verstedelijking bijvoorbeeld is ook een van de redenen dat uh, veel meer insecten um, geen, geen habitat meer hebben. Er wordt al langere tijd gesproken: nou, als je een tuin hebt, betegel hem niet helemaal. Want dat is slecht voor de afwatering. Maar nou wordt er ook gezegd: van: ah, zorg ook dat je tuin geen keurig aangehakt gezonnetje is. Maar zorg dat er planten in zitten. Zorg dat er bloemen in zitten. Want ja. Zo hou je die beesten in leven. Ja, sterker nog, want euh, ze zorgen omdat ze ook stuifmeel overdragen voor heel veel natuurlijke processen. Die dan eventueel euh, ja, het straks niet meer doen. Hè? Als, als 40 procent ja, van de insecten van, Want je raakt niet alleen die insecten kwijt. Maar vervolgens raak je ook de, ten eerste inderdaad de gewassen kwijt. Die ja. groeien omdat ze. Uh, vanwege die verstuiving van die beesten. Maar ze zijn natuurlijk ook voer voor heel veel andere dieren. Die je vervolgens ook weer kwijtraakt. En dat. Zet een snowball-effect in werking. Toch zullen heel veel mensen ook zeggen: Nou, het is eigenlijk wel fijn dat er niet allemaal van die wespen en zo rondvliegen. Want die val je alleen maar lastig als je lekker een ijsje loopt tegen je. Waarom zijn het alleen maar wespen? Wespen horen ook bij de bedreigde insecten, inderdaad. Maar het zijn helaas niet alleen maar de wespen. Er dreigt ook een enorm bijentekort te ontstaan. Ja. En dat is echt funest. Grote zorgen bij ondernemers van het Almeerse stadscentrum. Er is veel overlast van zwervers en junks. De VVD trekt aan de bel en de burgemeester spreekt harde taal. Hij zegt: Je hebt je te gedragen. We praten erover verder met ons dwars op de weekpanel. Met Pascal, Evita en Muriel. Toevallig alle drie uit Almere. Ja, hoe denken jullie hierover? Evita, helpt dat als de burgemeester zegt: Je hebt je te gedragen? Nou ja, als het zo simpel was, dan was er denk ik vrede op aarde en dan hadden we geen uh, problemen meer. Dus nee, ik denk niet dat dat zo simpel is. Het is natuurlijk een veel groter probleem wat daarachter ligt. En uh, ja, ondanks meerdere pogingen in andere delen van het centrum, uh, ja, is het nu gewoon verschoven. Dus ik denk dat daar gewoon iets uh, aan ja, de initiatief voor nodig is. Herken je dat overlast van dit soort mensen? Nee, ik moet ook zeggen dat ik zelden in het centrum van Almere kom. Um, ik voel me daar niet onveilig of zo. En ik heb daar geen last van. En soms denk ik juist ook wel eens: misschien moeten ze gewoon wat meer drukte creëren. In plaats van geld te spenderen aan allerlei um, ja, meer licht en dat soort dingen. Dat je gewoon wat meer leven creëert. Want Almere claimt natuurlijk wel een grote stad te zijn. Maar dat vind ik eigenlijk echt niet echt. Die beleving heb je niet echt als je daar loopt. Dus misschien moeten ze gewoon voor wat meer roeringszorg in de avond. En wat meer activiteiten. Ja, je bedoelt omdat het wat rustig is op straat, dan valt die overlast uh, te veel op. Nee, ik denk ook dat het dan misschien eerder gebeurt, maar als je ook gewoon wat meer activiteit hebt op straat en je hebt wat meer te doen, ja. dan wordt de dynamiek denk ik ook gewoon heel anders in een stad. Ja, Muriel begint te knikken. Ja. Je bent het wel eens ik met het me. Mee je eens. Ik denk dat je überhaupt wat meer uh, nachtleven, zeg maar avond en nachtleven in Almere nodig hebt. Maar in relatie tot dit onderwerp, ja, denk ik ook dat dat zo werkt. Ja, met name ook de dynamiek waar je het over hebt. En misschien zouden dus ze ook, als ik nog even door mag gaan. Misschien uh, hebben we wat meer opvang nodig voor de doelgroep. En, uh zelf vind ik ook, het hoort wel een beetje bij een grote stad. En um, dat is net als in de jaren negentig in Amsterdam. Toen gingen ze de Zeedijk schoonvegen. Toen woonde ik op de Oude Waal. Toen kreeg ik ze bij mijn woonboot. Toen zijn ze daar gaan vegen. Dus trok trokken ze zo de hele stad uit. En nu zitten ze volgens mij in stoelenproject in een of andere loods. Gun ik dat niemand om dag en nacht in een loods te zitten. Maar het schoonvegen van straten, daar los je het probleem niet mee op. Dan verschuif je het alleen maar door de stad. Maar dat dus is eigenlijk wel wat ondernemers graag willen natuurlijk. Dat dat ja, dan, probleem dan, dan, ophoudt. Dan komen ze Stedenwijk. Ja, wil je dat? Ik zou het niet doen. Daar is het al voor Laten we wel wezen. Dat moeten ze helemaal niet doen. Ja, Pascal, overlast in Almere, is dat iets wat jij zelf wel eens ervaart? Uh, nee, ik heb er zelf. Uh... Nooit last van eigenlijk. Ik vind het wel, uh, wel verpand dat het de VVD is die dit aankaart. Uh, er zit namelijk veel grote problemen achter, namelijk dat um, het zijn mensen die hulp nodig hebben. Maar de hulpverlening, de GGZ, uh, verslaafde zorg en dergelijke. Dat is mede door de VVD landelijk volledig uitgekleed. Vervolgens is ook de verantwoordelijkheid daarvan is bij gemeentes neergelegd. Tegelijkertijd de geldkraan dichtgedraaid. Ja, wat moet je dan eigenlijk nog. Dus we creëren, het probleem eigenlijk. Uh... Ja, en je kan ze uit het centrum wegjagen, maar wat Muriel zegt, nee, dan schuiven ze zijn wijk op. Dus dat heeft nou, ook je geen moet Je moet het faciliteren. En voor de rest, ja, uh, niet piepen, jongens. We wonen in een grote stad. Maar zeg je oh ja. dan eigenlijk dat de burgemeester ook niet piept? Ja. Ja. Vind je? Ja, ja, dat vind ik, ja. Ja, ja en uh, uh, ik heb de burgemeester ook wel eens gehoord dat over de, he, de onderwereld... dat hij boven komt drijven in Almere. En uh, ja, hij maakt er een heel ding van. Uh, ik weet niet wat er natuurlijk achter dat bureau van hem gebeurt met mailtjes... en dreigt dit en dreigt dreig zus, zo, weet ik niks van. Maar alles wat ik dan van hem meemaak op tv, dus wat ik hoor... dan denk ik, ja... Inderdaad, nogmaals, niet piepen. Nou, in een steden natuurlijk... als Amsterdam, daar worden ze gewoon allemaal doodgeschoten, hoor. Dat hebben wij nog lang niet. Maar daar is natuurlijk een grens aan. Hè. Er zijn natuurlijk explosieven ontdekt op de grote markt vorig jaar. Ja. Maar dan kan je toch niet zeggen, nou, dat moeten we maar accepteren als, als stad? Nee, ik zeg dat we het moeten faciliteren in eerste instantie. Dus ik denk, en dan, dat is vanuit de doelgroep dus beredeneerd. Ik vind niet dat je die mensen aan hun lot over mag laten. En als stad zijn, als maatschappij, zeg ik van, we moeten niet piepen. Ja, dat vind ik. Evita, niet piepen? Nee, ik vind juist ja, zoals Pascal net ook zei. Het gaat hier specifiek om een groep mensen met een, een specifieke achtergrond die ook gewoon hulp nodig hebben. En uh, ja, ik hoor de burgemeester wel zeggen dat hij die organisatie er ook bij wil betrekken. Maar ik zou inderdaad gewoon dan actie daarop ondernemen en er niet over blijven praten. En gewoon kijken wat je die mensen kan bieden. Ja, ik wil toch nog even terug naar die burgemeester. Hè, die dus zo pontificaal roept, je hebt je te gedragen. Waarom zou je dat nou zeggen, Pascal? Uh, uh, voor de Bühnen. Je ja, wordt van hem verlangd dat hij, uh, dat hij wat zegt, en dus zegt hij wat. Ja, ik zou ook echt. Maar eigenlijk zijn er mee... loze woorden? Nou, het zijn. Ja, ook niet helemaal natuurlijk. Maar ja, wat moet hij dan? Nou, ik vind ja, het wel. He? Dat ja. een man op zo'n positie zoiets mag zeggen. Hij mag wel voorbeeldstellend zijn, toch? Dat is toch helemaal niet verkeerd. En daarna moet je met. Een, je kunt zo'n stelling poneren, en, of zo'n uh, one-liner poneren. En dan moet je ook wat. Te bieden hebben ze. Het lijkt een beetje op natuurlijk de uitspraak van Mark Rutte: van doe even normaal. Ja. Um, ja, die, dat is je toch daarvoor vaker. In balken en dan met ze zo gaan we niet met elkaar om. En, ja. Ja. ja, maar iedereen heeft een andere definitie <laughs> van normaal en van wat je gedragen is. Jongens, laat er daar wel een menselijkheid mee zien. Dat vond ik bij Rutte ook hoor. Zo van, dat vond ik echt een hele natuurlijke reactie. Ik hou er wel van. Hm. Bij bestuurders, ook wel van onze burgemeester. Het is alleen de vraag: kom naar zo'n one-liner met? Een verhaal, zeg maar. Verpak het of verpak het. Zeg tegen jouw doelgroep wat er aan de hand is en hoe je het oplost. Moet een burgemeester van onbesproken gedrag zijn... of verdient hij of zij een tweede kans als er wat fout gaat? En moet je als bestuurder eigenlijk altijd je keurig aan de regels houden... of wordt het dan gewoon te saai? We praten erover verder met ons Dwars op de Week-panel... deze week met Evita, Muriel en Pascal. Evita. Wat moet een burgemeester van onbesproken gedrag zijn? Je ja, moet zich ook gewoon gedragen natuurlijk om weer win te koten. Nee, ik vind, uh, je staat natuurlijk altijd heel erg uh, in de spotlight en het wordt allemaal uitgegroot wat je doet. Um, dus ik vind dat altijd wel wat overtrokken. Aan de andere kant begrijp ik ook vanuit de gemeente dat je natuurlijk een signaal af moet geven aan burgers dat je bepaald gedrag niet uh, accepteert. Dus ja, ik vind het niet overdreven dat hij een tweede kans heeft gekregen. Nee. Um, laten we eerst even buiten de provincie kijken. Bijvoorbeeld Onno Hoes was burgemeester van Maastricht. Mm. Uh, werd uh, uh, in het geheim eigenlijk vastgelegd uh, waar hij een afspraakje had met een jong jongen terwijl hij getrouwd is. Uh, hij was zat op datingsites en zo, dat kwam naar buiten. Maastricht vond die situatie is onhoudbaar. Hij be uh, bezorgt ons een slechte naam. Hij moet opstappen. Uh, hoe kijk je daar tegenaan, Evita? Um, ja, qua, dat is wel een andere gradatie. En ik snap ook wel dat dat iets is. Um, dat was niet een eenmalig incident. En dat was ook op dat moment gaande. Dus dan heeft het wel zeker verband met je positie, denk ik. Ja, pa Pascal, hoe kijk jij uh, tegen deze problematiek aan als het al problematiek is? Um, ja, ik denk als het, het voor de rest niet van invloed is op, uh, op je functioneren, dan Maakt het er niet zo heel veel uit? Nou ja, kijk in het geval van de burgemeester die nu in. Ja, die in van Dronten, Van Dronte, ja, is ik, ik snap wel dat hij uit zijn vorige positie. dat hij daar niet te handhaven ja, was. Ja, dat was in Renkum, dat was bijna drie jaar geleden. Ja. En... Toen is hij avondje gaan stappen, ik is hij gewoon achter het stuur gaan zitten. Ja, dat kan je als burgemeester zijn er gewoon niet maken. Dus dan snap ik dat, dat je zegt van, nou, dit is onhoudbaar. Um, als je, om dan vervolgens te zeggen van, maar omdat je dat destijds hebt geflikt, mag je nu niet meer ergens anders. Nee, dat vind ik veel te ver gaan. Dus je vindt het wel goed dat hij een tweede kans uh, krijgt. Ja, het is geen halsmisdrijf wat hij heeft gepleegd. Nee. Eh, vind je het ook lef? Uh, uh, vertoont ze de gemeenteraad van Dronten ook lef dat ze hem die tweede kans gunnen? Want uh, ze stellen zich ook wel kwetsbaar op. Natuurlijk, als het misgaat, dan. Uh nee iedereen naar de commissie? Nee, ik, ik, ik vind het ook geen kwestie van lef. Ik, het zou eigenlijk te gek voor woorden zijn dat, omdat je een paar jaar geleden een keer zoiets heeft gedaan. Maar dat zou niet dan... het niet vaak wel zo werken dat je dan uh, vervolgens toch weer moeilijk uh, aan de bak komt? Waarschijnlijk wel. Ik, ik wil even wel iets corrigeren, want je zei dat hij dronken achter het stuur is gaan zitten. Dat was niet het oh. geval. Hij uh, was gaan stappen met zijn zoon, maar had piketdienst. Dus als er wat zou gebeuren oh, in de dat, gemeente, ja. dan, uh, dan werd hij gebeld. Maar ja, dan mag je natuurlijk niet drinken. Nee. Uh, hij was ook nog een beetje ongelukkig op de foto gezet met een jonge dame. Maar dat kwam omdat hij in beschonken toestand was omgevallen. En zij hem omhoog hielp net op het moment dat er een foto werd genomen. Uh, dat werd ook allemaal niet zo uh, in dank afgenomen. Uh, ja, Muriel... Hmm, Hoe ja, ik, van onbesproken gedrag moet iemand zijn? Ik denk op zo'n positie. Kijk, als hij nou had gesolliciteerd. als hogere ambtenaar ergens. dan denk ik, nou hup, geef hem nog een kans. Maar als burgemeester, ja, het klinkt misschien een beetje rechts. terwijl ik daar niet zo van ben. Maar ik, ik heb er niet zoveel mee, hoor. Wat jij ik zou was, zeggen, hij zal ze hem niet moeten nee, selecteren het in de, rond de plek. Plek. Nee, Nee, we nooit niet. Nee. Ik vind dat het niet, dat het niet kan. En, Waarom uh, niet? Omdat. Ze hebben een voorbeeldfunctie voor de maatschappij. Ja, hij heeft een keer een foutje gemaakt. Hij heeft in principe ja. daarvoor geboet. Ze is ontslagen in, in Renko. Ja. Nou, het gewone volk. Als zij misstap. Uh, als jij in een uh, winkel werkt. en je steelt iets. dan uh, krijg jij in diezelfde. als jij in Almere. Bij, de, bij een winkel werkt, je steelt iets, dan zingt zich dat rond onder al die ondernemers, krijg je nerve nooit meer ergens een baan als verkoper in een winkel. En uh, dat vind ik veel treuriger, want dat vind ik dan gewoon een misstap. Wat kan echt gebeuren? Dat vind ik veel treuriger dan, dan als je tegen een burgemeester zegt of tegen iemand op zo'n positie van, uh, ah we doen je weer een baantje. Nee, ik vind het niet goed. Dan moet je niet in beide gevallen zeggen: als je eenmaal gestraft bent, krijg je gewoon weer een tweede kans? Ja, maar dan moet je hem. Echt tot in alle lagen van de bevolking. En dat gebeurt gewoon niet. Hm. Ik bedoel, dat kun je wel uh, 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 zeggen, overal, in theorie. Maar nergens gebeurt het. En dan moet het op dit niveau ook niet moeten mogen. Nee, dan heb je gewoon pech. Ja. Uh, Pascal, er is ook een uh, SP-raadslid, is het er ook niet mee eens. Hè. Er is nu uh, ruzie uh, uitgebroken binnen de SP-fractie in, uh, in Dronten. Uh, dus, dus kennelijk levert het ook in de politiek wel dat, uh, ja, dat je toch niet zo makkelijk over zoiets heen kunt stappen. Nee, nee maar ik blijf erbij. Ja, hij is gestraft inderdaad. En hij heeft toen een misstap gemaakt. Daar heeft hij voor geboet. Hij is toen zijn baan kwijtgeraakt. Hij heeft een hele tijd die functie niet meer uit kunnen oefenen. Op een gegeven moment is dat wel genoeg, toch? Ja, dat is de vraag. Ja, ja. Ja. Is het vervelend dat dit nou eigenlijk ook weer opgerakeld wordt? Want die man die wil eigenlijk met een schone lei beginnen en omroep Flevoland staat op de stoep. En de eerste vraag die gesteld wordt: Ja, u heeft zo'n misstap begaan. Hoe ga je nou voorkomen dat dat in Dronten nog niet gebeurt, Evita? Hey, nou, ik denk dat hij dat zelf ook wel ingecalculeerd heeft, dat dat natuurlijk een risico is. En ik denk ook dat dat wel weer weg hebt als hij wel kan bewijzen dat hij hier gewoon goed functioneert. En uh, ja, ik denk dat er heel veel mensen in toppositie zitten en in publieke functies uh, waarvan het dan tevoren niet uitkomt, maar die zijn heus niet allemaal schoon. Ja, je zou zelf nog kunnen zeggen: dit ondermijnt misschien zijn gezag. He, dat hij natuurlijk zo'n verleden met zich meedraagt. Dat zou kunnen. Ja, kan hij nog normaal naborrelen na de gemeenteraad, Pascal? Um, niet zonder dat er grappen worden gemaakt, denk ik, maar voor de rest, och. Ja. ja. Want hij, hij gaat er zelf wel ontspannen mee om, begint er ook zelf over in interviews. Ja, want als je dit wegstopt, dan. Uh, dan blijft ja, het je nagedragen worden. Precies, en wat is er nou helemaal gebeurd? Hij heeft een avondje te veel gedronken. Ja, het was lullig dat hij toen piketdienst had, maar dat hoef je niet de rest van zijn leven na te dragen. Nou, daar denkt Muriel dus heel anders over. En Muriel? Ja, dat vind ik wel, ja. ja. Goed, de meningen waren verdeeld al in dit onderwerp. Ik wil jullie bedanken voor deze week. Muriel van der Wal, Evita Lagenwaard en Pascal Vaneburg. Dank jullie wel.